De grootste transformatie is voor mij geweest dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. Dat er veel meer businessmodellen zijn dan dat je denkt. En je kunt je uurtarieven verhogen, maar dan blijf je nog steeds heel hard werken per uur. Voor iedereen is het anders, hè, businessmodel. Ik zeg niet dat dit voor iedereen past. Voor mij werkt het. Om mijn kennis online te zetten en ook tijdens live dagen en één-op-één coaching echt tijd te maken voor mijn klanten. En je kunt ook een percentage vragen van de omzet van je klanten. Je kunt pakketten verkopen. Als adviseur kun je zeggen, nou, dit traject koop je bij mij, dat kost zoveel. Je hoeft je niet te verantwoorden qua uren. Verkopen gaat om de impact. Je tarieven gaan om de waarde die je levert. Niet omdat je denkt dat je zoveel per uur mag verdienen. Nee, wat levert het op? Als jij daadwerkelijk zorgt voor life-changing results bij jouw klanten, en dat heeft voor hun een enorme waarde, vraag er dan een goed tarief voor. En dat is spannend. Maar ook hier begin dan weer klein. Maak een prijs, niet te hoog, zeker als je net begint. Begin met de pilotprijs. Zo ben ik ook begonnen. Mijn eerste groep had ik niet de hoofdprijs voor gevraagd. Daarna begon ik mijn normale tarief te vragen, waarvan ik dacht, nou, dat wordt het. En op een gegeven moment dacht ik, ik voeg er nog wat aan toe. Want dat is ook het mooie van het vragen van goede tarieven. Als jij je tarieven verhoogt, dan wil jij ook nog meer waarde leveren, toch? Want dan denk je, ja, als ze dat gaan betalen, dan wil ik wel ze nog meer geven. En dat is het mooie om jezelf uit je comfortzone te halen, dat jij nog meer gaat leveren, dat je nog meer gaat presteren.